Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik wil vandaag met jullie gaan kijken naar de nieuwe Homey Advanced Flow Editor. Een aantal maanden geleden heeft Atom deze Flow Editor gelanceerd. En ik dacht, ja, misschien is het wel goed om even een uitleg te geven over de basis waar je alles kan vinden en hoe het werkt. Deze functie, deze upgrade kan je toevoegen aan jouw Homey door hem aan te schaffen bij Atom. Kost €25, is een eenmalige uitgave en dan wordt die aan jouw Homey gekoppeld. Deze Advanced Flow Editor is alleen beschikbaar voor Homey Pro gebruikers. Dus mocht je een Homey Bridge hebben, dan is deze optie helaas niet voor jou beschikbaar. De Homey Advanced Flow Editor kan je alleen gebruiken in de Homey Web App. Dus mocht jij de Advanced Flow Editor willen gebruiken op jouw telefoon, dan is dat helaas niet beschikbaar. Oké, laten we naar de Flow Editor toe gaan om eens te kijken waar je alles kan vinden. Nou, als je een nieuwe Flow aan gaat maken, dan kan je dat op twee manieren doen. Je kan op het plusje in de rechterbovenhoek klikken en vervolgens selecteren wat voor Flow je wil aanmaken. Als je de Advanced Flow hebt aangeschaft, dan blijft de standaard Flow Editor ook gewoon nog beschikbaar. Dus je kan ook gewoon een standaard flow maken. En je ziet ook de optie nieuwe advanced flow. Mocht deze optie nou nog niet hier tussen staan in dit rijtje, dan moet je dus nog de nieuwe advanced flow editor aanschaffen bij Atom. Je kan ook een nieuwe flow aanmaken door maak een flow te klikken. Hier onder in het scherm. En dan kan je ook weer kiezen tussen een standaard flow en een advanced flow. De standaard Flow Editor, die kent iedereen inmiddels wel, denk ik. Je kan hier een naam van de flow opgeven. Dan heb je de als en een dan kolom, waar je dan weer bepaalde kaarten aan kan toevoegen. Nou, vandaag wil ik het gaan hebben over de Advanced Flow Editor. Dus ik ga een nieuwe Advanced Flow openen. En als je een nieuwe Advanced Flow opent, dan kom jij op jouw canvas terecht. Dit canvas is gewoon eigenlijk je tekenfile voor de flow. Dit canvas kan je helemaal gebruiken of kan je helemaal vullen met flowkaarten. En het maakt niet uit hoe je ze neerzet. Oké. In de standaard flow editor hadden we natuurlijk in het kolom een kaart van voeg kaart toe. Dat hebben we niet meer. Nu kan je kaarten op twee manieren toevoegen. Je kan dat doen door hier op toevoegen te klikken. Dan komt er een klein drop-down menuetje. En dan zie je de als en dan kolom als het ware hier weer terug. Met nog 5 nieuwe opties. Daar gaan we zo naar kijken. En als ik hier bijvoorbeeld op als klik, dan krijg ik hier alle opties te zien welke voor de als kolom beschikbaar zijn. Dus mocht jouw optie er niet tussen staan, dan is die niet beschikbaar voor dat desbetreffende kolom wat je hebt aangeklikt. Nou, ik zei dat er 2 manieren waren. Nou, dus die toevoegen knop hier, dat is 1 manier. Je kan ook ergens in jouw canvas, maakt niet uit waar, op je rechtermuisknop klikken. Dan zie je hier weer toevoegen. En dan zie je eigenlijk weer hetzelfde drop-down menuetje als wat je bij de toevoegen knop ziet. En vanaf hier kan je ook weer kaarten gaan toevoegen. Oké, laten we als eerst eventjes gaan kijken naar de 5 nieuwe functies. En dan beginnen we bij start. Je ziet hier achter start 0/1 staan. Dit is een startbutton. En deze startbutton kan je maar 1 keer aan jouw flow toevoegen. Dus als ik nou op klik, dan komt er een mooie startbutton tevoorschijn. Wil ik nou een nieuwe toevoegen, dan gaat dat niet. Start is ook grijs geworden. En er staat nou 1/1. Dus je kan er maar eentje aan toevoegen. Nou, met deze startbutton kan je makkelijk je flow testen. Deze startbutton is ook de vervanger voor als deze flow is gestart. Bij de standaard flow editor heb je dus een kaart van als deze flow is gestart. En met deze kaart kan je vanuit de ene flow een andere flow starten. In de Advanced Flow Editor hebben ze daar deze knop voor gemaakt. Oké, gaan we door naar de wachtkaart. Zoals de naam het al zegt. Deze kaart die wacht de opgegeven tijd voordat hij weer verder gaat. Dus als je hier op de tijd klikt, dan kan je een tijd opgeven in seconden of minuten. En als de opgegeven tijd dan verstreken is,
dan zal de flow weer verder gaan. Gaan we door naar de alkaart. En de alkaart is een kaart waar je meerdere kaarten aan kan koppelen. En al de kaarten die je gekoppeld hebt, moeten waar zijn. Voordat de alkaart de flow weer verder triggert. Dus je kan hier meerdere kaarten aan koppelen. Mocht je al twee kaarten gekoppeld hebben en je wilt er nog één aan koppelen, dan kan je gewoon het lijntje van de kaart naar deze kaart toeslepen en dan komt er een extra bolletje bij. Maar wat deze kaart dus doet is, als ik bijvoorbeeld een tijdskaart heb gekoppeld, ik heb bijvoorbeeld een temperatuurkaart gekoppeld en een iets groter dan kaart, dan moeten al deze kaarten waar zijn voordat de flow weer verder gaat. Dus dan moet de tijd de opgegeven tijd zijn. Dan moet de temperatuur een opgegeven temperatuur hebben. En de waarde moet groter zijn dan de opgegeven waarde. En als alle drie dan waar zijn, dan gaat hij weer verder met de flow. Nou, dan hebben we ook nog een Any-kaart. En aan een Any-kaart kan je ook meerdere kaarten koppelen. Alleen wat deze kaart doet is, de eerste kaart die de Any kaart triggert, die zorgt ervoor dat de flow verder gaat. Dus mocht ik dan weer een tijd, een temperatuur en een groter dan kaart hebben, mocht de tijd als eerste zijn, dan zal die de flow starten. Mocht het zijn dat de waarde van groter dan als eerste waar is, dan zal die de flow verder laten gaan. Dus daar kan je de Any kaart voor gebruiken. Nou, dan hebben we ook nog een notitiekaart. Nou, dat spreekt voor zich. Hier kan je een notitie toevoegen aan je flow. Dus ik wat gegevens opschrijven, hoe je de flow hebt bedacht. Zodat mocht je op een later tijdstip terugkomen, dat je dan eventjes kan lezen met welke idee je de flow hebt gemaakt. En daarmee je flow weer kan uitbreiden of aanpassen. Nou, klik ik nou met mijn rechtermuisknop op de notitiekaart, dan kan ik ook hier bij kleur de notitiekaart een ander kleurtje geven. Zo kan ik nog een beetje extra onderscheid maken tussen de verschillende kaarten. Oké, nu hebben we de 5 standaardfuncties gehad. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat ze dan even hieronder achter in de reacties. Dan zal ik ze proberen te beantwoorden. En dan gaan we nu beginnen met het maken van een flow. Ik klik op mijn rechtermuisknop, ga naar toevoegen en dan ga ik naar de als-kolom. Hier vind ik dus alle opties die beschikbaar zijn voor de als-kolom. Ik ga voor nu eventjes de energie, stroomverbruik, het vermogen is veranderd. En dan hebben we hier onze als-kaart. Een als-kaart kan je herkennen aan de ronding aan de linkerkant. Dus mocht je een kaart zien in jouw flow met een ronding aan de linkerkant, dan weet je dat het een als-kaart is en dat deze kaart de flow zal triggeren. Nou, als ik nou met mijn muis op de kaart ga staan, dan komt er een play-button tevoorschijn aan de linkerkant. En daarmee kan je de flow makkelijk starten. En aan de rechterkant zie je een klein puntje tevoorschijn komen, of een klein bolletje. Dit is het aanknopingspunt van deze flowkaart. Dus eigenlijk de uitgang van deze kaart. Nou, als ik met mijn pijl erop ga staan, dan zie je ook een blauw vinkje. Wat waar betekent in de Advanced Flow Editor. Dus het vermogen is veranderd, is waar. Dan zal die dit bolletje activeren. Die dan vervolgens de kaart die er aangekoppeld is weer activeert. Ga ik nu eventjes een N-kaart toevoegen. Doe ik even een logica-kaart. Is groter dan. Plaats ik die in de Flow Editor. En als ik nu met mijn muis erop sta, dan zie ik 4 bolletjes. Hier heb je het triggerbolletje, dus de ingang van de kaart. Dit bolletje zal de kaart activeren. Dus alle kaarten die aan dit bolletje gekoppeld zijn,
kunnen deze kaart activeren. Aan de rechterkant zie ik twee bolletjes. Het bovenste bolletje is waar en het onderste bolletje is niet waar. Dat houdt dus in dat welke waarde deze kaart ook moet hebben, als de waarde waar is, dan gaat hij naar het bovenste bolletje, dan zal hij het bovenste bolletje activeren. Is de waarde niet waar, dan activeert hij het onderste bolletje. Nou, dan zie ik bij deze kaart aan de onderkant ook een bolletje. En dat is een error bolletje. Mocht er iets zijn met deze kaart, waardoor deze kaart niet uitgevoerd kan worden, dan zal die een error genereren. En daar kan je dus bijvoorbeeld een notificatiekaart aan koppelen, zodat je een berichtje krijgt als deze kaart niet wordt uitgevoerd. En zo heb je een goed inzicht of je flow kapot is of niet, of dat die uitgevoerd wordt of niet. Nou, ga ik nu eventjes een dan kaart toevoegen. En dan doe ik eventjes een WhatsApp kaart. Oké, nu zien we hier een dan kaart. En de dan kaart heeft drie bolletjes. Dat is een ingang, een uitgang en een error. Dus met het bolletje aan de linkerkant wordt deze kaart getriggerd. Met het bolletje aan de rechterkant zal die de volgende kaart weer triggeren. En het onderste bolletje is weer een error bolletje. Dus ook hier kan je weer een bericht krijgen als deze kaart niet wordt uitgevoerd. Nou, zal deze flow nog niet werken, want ik moet de kaarten nog aan elkaar gaan koppelen. En dat doe ik door met mijn muis op het bolletje te gaan staan. Klik ik met mijn linker muisknop erop. Hou ik de linker muisknop ingedrukt en sleep ik hem naar de volgende kaart toe. Zodra mijn muis bij de volgende kaart is, laat ik los. En dan komt er een lijntje tussen de twee kaarten. En hier kan je ook aanzien van deze alskaart triggert deze endkaart. Nou, mocht je nou een keer een lijntje gemaakt hebben die niet goed is, of je flow willen aanpassen en het lijntje weg willen halen, dan kan je dat doen door met je muis op het lijntje te gaan staan. Komt er een kruisje tevoorschijn, klik je erop en is het lijntje weer weg. Nou, voor nu wil ik hem wel, dus ik koppel de kaart daar weer aan. Nu kan ik een tag gaan toevoegen, een nummer tag. Dus ik klik op nummer. Nu zie je hier alle tags die beschikbaar zijn voor met de variabel nummer. Nou, als ik nu bij vermogen, met mijn pijl op vermogen ga staan, dan zie je in de als-kolom het kleine tagje oplichten. En je ziet ook de als-kaart een beetje blauwe gloed krijgen en oplichten. Daarmee kan je dus zien van deze tag, die wordt getriggerd door deze als-kaart. Dus als ik hem nou zo selecteer, en ik wil weten welke kaart ervoor zorgt dat deze tag wordt getriggerd. Dan ga ik met mijn pijl op de tag staan. En dan zal je ook weer zien dat de alskaart oplicht. En het tagje ook oplicht in de alskaart. Nou, nu kan ik hier een nummer invullen. Dan zeg ik bijvoorbeeld 1000. Het moet groter zijn dan 1000. En dan wil ik dat ik een berichtje krijg als de waarde groter is dan 1000. Pak ik het bovenste bolletje, sleep ik die naar de WhatsApp kaart. Voer ik daar een tekst in. Het vermogen is groter dan 1000. En mocht het nou zo zijn dat het vermogen verandert en het vermogen is groter dan 1000, dan zal ik een berichtje krijgen van het vermogen is groter dan 1000. Nou wil ik misschien eigenlijk ook wel weten als het vermogen verandert, maar het vermogen is niet groter dan 1000. Dus ik kan nog een dankkaart toevoegen. Nou kan ik dat doen door op mijn rechter muisknop te klikken, toevoegen en dan weer naar dan toe te gaan. Ik kan ook op de kaart klikken. Kan ik op de rechter muisknop klikken en op dupliceren klikken. Deze functie gebruik ik eigenlijk zelf niet zo heel veel. Ik doe het eigenlijk als volgt. Ik klik op de kaart. Ik doe Ctrl-C
Ctrl-V. En dan wordt de desbetreffende kaart die ik geselecteerd heb, wordt gekopieerd. Nou, nu kan ik het onderste bolletje aanklikken. Sleep ik het lijntje naar de nieuwe gemaakte kaart. Pas ik de tekst aan. Het vermogen is niet groter dan 1000. En nu heb ik dus een flow gemaakt dat ik een bericht krijg dat als het vermogen groter is dan 1000, dat ik dan een berichtje krijg dat het vermogen groter is dan 1000. Is het vermogen niet groter dan 1000, dan krijg ik een berichtje dat het vermogen niet groter is dan 1000. Mocht het nou zijn dat ik denk van, nou, ik heb deze flow, dit stukje flow nog een keer nodig, dan kan ik met mijn linker muisknop ergens op de canvas klikken, sleep ik mijn muis, terwijl ik de knop ingedrukt hou, over de flow, dan selecteert hij alle kaarten, doe ik Ctrl-C, Ctrl-V. Nu heeft hij de flow gekopieerd. Nu klik ik op een van de kaarten, hou ik de knop ingedrukt en sleep ik hem naar beneden. En zo heb ik deze flow eigenlijk gekopieerd en kan ik hem eventueel weer aanpassen aan wat ik in dit stukje flow wil hebben. Dus ik kan je bijvoorbeeld zeggen van de n-voorwaarde moet kleiner dan zijn. Vul ik hier weer de vermogenstek in. Zeg ik, hij moet kleiner zijn dan 2000 bijvoorbeeld. En kan ik ook hier weer de tekst aanpassen. En zo heb ik dus eigenlijk heel snel een tweede stukje flow gemaakt. En zo kan je dus heel snel stukjes flow maken, of kopiëren en plakken. Nou, nu kan ik de flow dus gaan testen. Ik heb de flow gemaakt en ik wil hem gaan testen. Dan kan ik dat doen door hier op de start button te klikken. Kan ik een waarde opgeven. En nu zie je heel mooi visueel hoe de flow verloopt en welke kaarten die allemaal triggert. In dit geval was het vermogen niet groter dan 1000, dus hij heeft de kaart het vermogen is niet groter dan 1000 getriggerd. En dat zie je doordat deze lijn hier geel geworden is. Mocht het nou zijn dat ik bijvoorbeeld wil weten dat ik een bepaald stukje van de flow wil triggeren, dan kan ik dat doen door op de kaart met mijn rechter muisknop te klikken en dan zeggen test vanaf hier. Dan geef ik hier bijvoorbeeld weer een waarde op nu. En dan zeg ik bijvoorbeeld 2000. Klik ik op test. En dan zal die alleen vanaf deze kaart de flow starten. En nu zie je dus de waarde was groter dan 2000. Was groter dan 1000. Hij heeft de bovenste kant getriggerd en heeft me nu een berichtje gestuurd, het vermogen is groter dan 1000. Nou, zo kan je je flow dus testen. Mocht je getest hebben en je bent klaar, dan klik je hieronder in beeld op sluiten. En dan wordt alles weer hersteld. En dan ziet jouw flow gewoon weer eruit zoals je bezig was tijdens het bewerken. Ik denk dat ik zo wel aardig de basis heb gehad van de Advanced Flow Editor. Ik was nog één klein dingetje vergeten en dat is het opslaan. Dus mocht jij je flow gemaakt hebben en je bent klaar, sla hem even op. Dat kan je doen door hier boven op opslaan te klikken. Kan je je flow een naam geven, klik je op opslaan en dan wordt jouw flow opgeslagen. Oké, gaan we weer verder. Mocht het dan zijn dat je nog vragen hierover hebt, laat dan even hieronder een reactie achter. Dan zal ik het proberen te beantwoorden. Of stuur eventjes een berichtje in de Homie Cornelissen Facebookgroep. Dan probeer ik hem daar te beantwoorden. En zijn er misschien ook andere mensen die hem nog voor je kunnen beantwoorden. Vond je dit een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En zet ook even het belletje aan. Dan krijg je elke keer een berichtje als ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik je graag weer bij een nieuwe video.